wereld is magisch. We doen heel veel rituelen. Buiten organisaties en in organisaties. Ja, als je in de rechtszaal binnenkomt, dan lopen rechters op volgorde van anciëniteit de rechtszaal binnen. Er is een keer een rechtszaak geweest met veel pers erbij. Het duurde 20 minuten voor ze binnen waren, want ze konden niet de volgorde van anciëniteit bepalen. Schandelijk. Lieten gewoon een hele rechtszaal wachten omdat ze niet de volgorde wisten. Maar ook gaaf, want dat is hun ritueel. En ze gaan erover dat het belangrijk is dat je ervaring hebt. Dus ze vinden het echt heel belangrijk om op de juiste volgorde binnen te lopen. We hebben allemaal dat soort rituelen. De hele dag. Kleine rituelen, grote rituelen. En je kunt ze gebruiken. En wat we op het moment aan het doen zijn, wat mij in ieder geval sterk aan het hart gaat, is dat we door lean en mean en bezuinigen, dat we zoveel rituelen afschaffen. Bedrijfsfeesten, ontmoetingen, heisessies. Terwijl ze hoeven helemaal niet duur te zijn. Je kunt ook met je afdeling, als je zegt, goh, hebben we goed gedaan, mooi project, kan je ook gaan picknicken in het stadspark en allemaal broodjes meenemen. Het hoeft niet altijd veel geld te kosten. Maar vieren, terugkijken, niet van de een naar de andere verandering hollen, maar ook verandering laten stollen. En tegen elkaar zeggen, goh, dat hebben we goed gedaan. Zullen we eens terugkijken na 2 jaar? Wat is eigenlijk van die reorganisatie terechtgekomen? Dat vergeten we. Dit is een volk in de Filipijnen. Die doen dat. Die hebben een ritueel, dat heet Dawin. En als ze Dawin doen, dan slachten ze een varken. Dat is heel gruwelijk, dat is heel zielig. Maar wat ze doen, is allemaal dat varken aanraken en hun zonde van die maanden vertellen met elkaar. En dat doen ze als er bijvoorbeeld een rattenplaag is. Want ratten komen altijd als je te veel zonde hebt gedaan. Zo werkt dat. Dus er is een rattenplaag of er is een mislukte oogst. En dan doe je Dawin, dan ga je met elkaar zitten. En dan zeg je allemaal, bieg je fouten op. En dan slag je het varken en heb je feest. En dit is een soort reinigingsritueel, dat je allemaal weer weet waar iedereen mee bezig is. Wij noemen dat een heisessie. We doen dat ook. En we doen dat steeds minder. We vergeten dat er soms geslacht en geofferd moet worden. En soms is dat varken in organisaties, is soms ook letterlijk iemand die gewoon ontslagen moet worden. Dus we offeren ook mensen. Dit is een mooie foto ook. Dit is de dag van de doden in Mexico en Bolivia, Ecuador, grote delen van Zuid-Amerika. Wordt 1 keer per jaar de dag van de doden. Allerzielen gevierd. Komt ook steeds meer in Nederland. KRO is er heel actief in. Op de dag van de doden, dan bak je prachtige dit soort taarten en doe je allemaal skeletachtige uniforms aan. En dan ga je feest vieren op de grafsteen van je voorouders. Je krijgt ook een stuk taart, op een bordje. Dus dan eer je je voorouders. En wat wij weinig doen in organisaties is voorouders, elders, stichters eren. Terwijl de elders, de stichters, de oprichters van een club, van een organisatie, die dragen nog enorme energie bij zich. Of een vorige baas. En zonder nou in de spiritualiteit te vervallen, want daar ben ik altijd wat voorzichtig mee, het is maar wat je gelooft, is het wel interessant dat je misschien allemaal wel eens het gevoel hebt gehad dat je een baan was gaan doen en dat er nog iemand op die stoel zat. Die stoel is niet leeg. Ik kan hier van alles doen, maar ze luisteren gewoon, die vorige medewerker zit er nog, die vorige chef. Of dat mensen nog gedrag vertonen van rare urenstaatjes invullen, want dat moest van de vorige baas. En dat komt vaak als er niet goed afscheid van mensen is genomen. Dan blijven ze ronddolen. Dus dan soms als mensen met conflict zijn weggegaan, zeggen, nou ik wil geen receptie, doe maar een cadeaubon. En dan zeg ik altijd, doe alsjeblieft die receptie, want dat doe je niet voor degene die weggaat, dat doe je voor de mensen die achterblijven. Je moet zo'n geest uitroken, anders gaat hij rondspoken. Ja, dus als je nog last hebt van een oude baas, laatst in een grote fabriek, er was ook nog last van de oude baas die alles had bedacht. En die man die had een kamer met een heel groot tiekhouten bureau. En die kamer die werd niet gebruikt, want niemand durfde in die kamer te gaan zitten. Want dat was nog de kamer van Arend. En toen hebben ze de grote, met allemaal jonge mensen, die wilden ook anders organiseren, hebben ze dat grote tiekhouten bureau op de binnenplaat verbrand. En toen was het over. Dus dat helpt soms om zoiets te doen. Rituelen in organisaties zijn belangrijk.